We hebben het aan deze tafel al vaker besproken. De problemen in de detailhandel. Winkeliers hebben het zwaar, onder andere door de opkomst van online winkelen. Hoe ga je daar nu binnen de detailhandel mee om? In Os hebben ze daar een hele goede oplossing voor bedacht. Niet zomaar een webshop, maar webshopcentrumos.nl. Aan tafel onder andere Jacques van Lieshout, centrummanager van Os. Er komt zeker niemand meer nu in het centrum. Jawel hoor. Ja, jawel. Absoluut. Want het heeft juist ook een aantrekkingskracht, zoals we dat hebben opgezet. Consumenten zijn altijd geïnteresseerd in producten die gevoerd worden. En ook vooral of het op voorraad is en wat de prijs is. Webshop Os geeft nu, zeg maar, naast de 8 uur dat een ondernemer regulier geopend is, ja, is dat nu verlengd naar 24 uur per dag. Het was natuurlijk een beetje om te chargeren. Aan tafel staat ook Frank Ern. U heeft een schoenenzaak, een dames en heren schoenenzaak in Os. Wat zijn de eerste reacties erop geweest? Nou, de reacties waren van begin af aan best goed. En ik moet wel eerlijk toegeven dat het altijd wel een beetje een opstartprobleem heeft. Maar als ik nu kijk, en ik kijk nu in de periode dat we lopen, nou, mogen we eigenlijk niet klagen. En de reacties zijn van allerlei kanten goed. Ook weer rechtstreeks in de winkel. Maar je merkt het ook gewoon, mensen die zijn heel enthousiast. Was het moeilijk om die ondernemers, het allemaal eigenheimers denk ik, hè? Dan moet je ze verbinden en onder één paraplu, ging dat makkelijk? Het is nu niet zozeer dat eigenheimer, maar het is wel een hele nieuwe dimensie aan het ondernemen. Hè? Ben je gewoon eigenlijk een klassieke retailer, hè? We hebben het opgezet voor het midden- en kleinbedrijf. Hè? Nou goed, jarenlang heb je, zeg maar, het bedrijf van je winkel op een bepaalde manier heb je dat gedaan. Nu komt daar ook een online dimensie bij, hè? En daar, ja, moet je ondernemers in helpen. U verkoopt comfort shoes, heb ik begrepen. Dan kan ik me voorstellen dat dat juist iets is wat ik moet voelen. Ik moet kijken hoe het zit. Dus ja, is het dan zinvol om ook online te gaan? Ja, dat vind ik heel leuk dat je dat vraagt. Want het is zelfs, je hebt natuurlijk een hele grote groep die zit in die comfort schoenen. En die hebben altijd standaard schoenen. Bepaalde standaard schoenen die ze altijd hebben. En je merkt dus heel vaak van, nou, die kunnen die dus al. Die hebben al één of twee keer. Ik had al blauw, maar bruin. Ja, precies. Maar die hebben dus al één of twee keer diezelfde schoenen. En die bestellen dan gewoon online schoenen, nou, dat werkt ideaal en die mensen kunnen dat dan, ja, daar hoeven ze dus niet meer voor de deur uit. Dus dan zou je zeggen, het is voor iedere ondernemer, moet een slager ook online? Dat zou ook kunnen, ja. voor een barbecue pakket, waarom niet? En die zou je kunnen combineren ook nog met de plaatselijke traiteur, met de bakker zou je dat ook nog kunnen en ook met de leverancier voor de biertap. Ja, dat zijn juist de toepassingen die zich uitstekend lenen voor online. Nou, weet je wat, we sluiten dan maar gewoon alle deuren van de winkels? Nee, dat moeten we. Nee, ik denk niet dat dat een handig ding is. Dat moeten we zeer zeker niet doen. Het is een fantastische aanvulling. De webshop is een geweldige aanvulling op het totale winkelgebeuren. Want dat is natuurlijk het mooie. Het is ook nog een stukje etalage. Dus mensen kunnen zowel een product online kopen, maar ze kunnen ook kijken wat we te bieden hebben en daarna het centrum. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Je ziet dat gewoon een webshop zonder fysieke winkel kansloos is. Ja. Je ziet nu ook dat de webshops ook zich willen gaan vestigen met afhaalpunten. De distributievorm, dus ook de service willen bieden. En het is absoluut nu, zeg maar, aan de ondernemer om te zeggen, joh, retail, hè, dat is traditioneel ons vak en dat gaan we dus nu ook in de online wereld gaan we dat gewoon uitbreiden. Wij gaan ons marktaandeel daarvoor ook innemen. Nou, goed voorbeeld, doet volgen. Na Os komt er nog veel meer in Brabant. Dank jullie wel voor dit gesprek. Okay. Ongelooflijk veel succes. Hartelijk dank. Graag gedaan.